Het leven is hard, maar mijn sixpack is harder. Dus hashtag doe maar niet. Ik denk dat mijn facepalm het allerhardst blijft. Er zijn van die accounts op het internet die letterlijk nergens op slaan. Laatst zag ik weer wat langskomen dat nergens op sloeg. Ik ging even op dat Instagram account kijken en ik zag van die quotes, of hoe je die rare dingen ook noemt. Er is niet eens een naam voor, gewoon troep. Troep is het goede naam ervoor. En ik dacht echt, wauw, oké dan. En ik dacht, ja, laat ik dit account gewoon even gaan bekijken met jullie, want ik snap hier niks van. Wij zitten nu op het Instagram account, doe maar niet. Voordat ik een aantal foto's ga aandrukken, onthoud even dat dit account 294.000 volgers heeft. Oké, we gaan nu naar een aantal foto's kijken, oké? Hier, de meeste recente. Mooi. Mooier ik. Dus hashtag doe maar niet. Snap je van, wordt steeds mooier, mooi, mooier en dan ik. Dus dat ik mooier ben dan mooier, zeg maar. Hier nog zo een. Lelijk, lelijker jij. Waarom die hashtag doe maar niet? Ik snap die hele naam niet. Hashtag doe maar niet. Volgende foto. Tag een hottie. Oh wacht, ik ben zelf een hottie. Slaat nergens op. Tag iemand met letter I in haar / zijn naam. Hashtag doe maar niet. Oké. Ik snap dat deze gast gewoon wil dat je allemaal mensen tagt, zodat die mensen jou weer gaan volgen. Maar hij zegt zijn accountnaam, doe maar niet, spreekt zijn eigen foto tegen. Tag iemand met de letter bla 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 in zijn naam. En daaronder hashtag doe maar niet. Dus de foto zegt eigenlijk dat je dat wel moet doen. En die hashtag eronder zegt eigenlijk dat je dat niet moet doen. Ik snap die hele doe maar niet niet. Waarom die naam? Kon hij niet wat anders bedenken? Want geen één foto heeft bijna met dat hashtag doe maar niet te maken. Sanne houdt van kale mannen. Ed, doe maar niet. Oké. Je denkt fix, maar je hebt niks. Dus hashtag doe maar niet. Inderdaad, doe dit gewoon niet. Oké? Niet. Iedereen die hier tagt, mag jou trakteren met maximaal 2 euro. Tag mensen die jou mogen trakteren. Ed, doe maar niet. Weer spreekt zijn accountnaam dit tegen. Je mag zoveel taggen als je wilt. Nou, oké, dan tag ik de hele wereld. Tag ik Barack Obama. Tag ik Sinterklaas en de Kerstman, weet ik veel. Mogen we allemaal 2 euro trakteren. Nou. Het staat toch ook nergens op? Waarom zal zo'n account een soort van recht hebben om jou iemand te laten taggen die jou dan 2 euro moet trakteren? Oh, mag trakteren. Maar ja, je mag altijd trakteren. Dus... Je klikt 20 keer op de stoplichtknop, zodat het sneller groen wordt. Het is trouwens het stoplicht. Oké, maar misschien omdat het stoplichtknop gaat. Misschien al wel de... Ik weet het eigenlijk niet precies. Maar in ieder geval, de hele plaats slaat nergens op. Je klikt 20 keer op de stoplichtknop, zodat het sneller groen wordt. Dus hashtag doe maar niet. Waarom dus hashtag doe maar niet? Wat doe maar niet? Dus wat hashtag doe maar niet? Het leven is hard, maar mijn sixpack is harder. Dus hashtag doe maar niet. Ik denk dat mijn facepalm het allerhardst blijft. Die was goed, hè? Die was goed. Ah, ja, die was goed. En dan zie ik hier nog meer onzin. Zie ik hier nou het doe maar wel? Nee, dit kan niet. Dit wordt echt alleen maar gekker. Binnenkort op onze website. Het doe maar niet. Oh ja hoor, ze hebben nog zo'n dom account waar 104.000 mensen op dat volgknopje hebben gedrukt. Alsjeblieft. Oké, ik heb zin in de zomer, dus doe maar wel. Ik ben altijd lief, dus doe maar wel. Ik ga voor het vuur dooien, net als de brandweer, dus doe maar wel. Unicorns, hashtag doe maar wel. Ik weet niet of het aan mij ligt. Of ik nou de enige ben die vindt dat dit soort dingen nergens op slaan. Dit is nog niet eens het enige account. Er zijn nog meer van deze onzin dingen die nergens op slaan. Maar ik snap ook gewoon niet dat bijna 300.000 mensen deze accounts volgen. Maar oké, misschien ligt het aan mij. Laat achter in de reacties of jij er ook mee eens bent dat het eigenlijk gewoon nergens op slaat. Ik zag dit en ik dacht, laat ik gewoon hier een video over maken. En ja. Vond je deze video leuk? Beloon dan met een blauw duimpje omhoog. Wil je nou meer van dit soort random video's zien? Als ik iets heb gevonden op het internet waar ik echt gewoon een soort van versteld doorstaan. Laat dan achter in de reacties. Hoe meer likes, hoe meer jullie mij laten weten dat jullie dit vaak willen zien. En dan bedank ik jullie nu voor het kijken. En dan zeg ik tot de volgende keer. Peace.